De biep. De biep, dames en heren. Gaan jullie graag naar de biep? U wel? U niet? Ik wel. Lekker rustig om te lezen en te studeren en zo, daar, hè? Vindt u van wel? Vindt u van niet? Vind ik ook. Nog niet zo lang geleden, toen de biep van Bilzen nog in het oude gebouw was en nog niet in het nieuwe gebouw, toen werkte ik in de biep van Bilzen. Ik mocht boeken beveiligen tegen diefstal. Dat was superleuk werk. En af en toe vond ik dan een boek dat ik leuk vond. En dat ik uitleende bij de biep in Bilzen. Om het te lezen. U wil niet weten wat ik allemaal tussen de boeken vond, dames en heren. Altijd wel leuke dingen. En de piep is ook de perfecte plaats om met mensen in contact te komen, vind ik. Vindt u van wel? Vindt u van niet? Vind ik ook. Dit verhaal werd mij verteld door een goede vriend van mij die iets heel erg vreemd had meegemaakt. Hij vertelde mij dit. Toen ik in de piep op zoek was naar een boek, toen vond ik daar een boek over puntje, puntje, puntje. Er was niemand in de biep. Dus deed ik puntje, puntje, puntje met mijn puntje, puntje, puntje. Het boek viel uit het rek. Maar tegelijkertijd viel ook het Guinness Book of Record uit het rek. Ik liet het puntje, puntje, puntje boek op de grond vallen. En daar viel ik dan, in het Guinness Book of Record, met mijn puntje, puntje, puntje. Ik zat vast in het boek met mijn puntje, puntje, puntje. Want het boek was dichtgevallen. Toen werd ik bevrijd door de beveiliging, die het door mij beschadigde boek uit het rek haalde en mij uit de biep heeft gegooid. Ik moest de schadekosten van het boek terugbetalen aan de biep. Nu vertelde mijn goede vriend hier dus over een puntje, puntje, puntje boek. Maar dat boek, dat kan dus van alles zijn, dames en heren. Vindt u dan wel? Vindt u van niet? Vind ik ook. Nu werd in dit verhaal ook verteld dat mijn goede vriend puntje, puntje, puntje met zijn puntje, puntje, puntje deed. Maar dat hij puntje, puntje, puntje met zijn puntje, puntje, puntje deed, dat kan van alles zijn. Vindt u van wel? Vindt u van niet? Vind ik ook. En dat hier verteld werd door mijn goede vriend, dat hij met zijn puntje, puntje, puntje in het Guinness Book of Record viel,
en dat hij vast zat in het boek met zijn puntje, 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 omdat het boek dicht was gevallen. Dat kan van alles zijn, dames en heren. Vindt u van wel? Vindt u van niet? Vind ik ook. Toen mijn goede vriend mij dit verhaal vertelde, toen moesten hij en ik heel erg lachen. Heeft u wat in dit verhaal verteld werd ook al eens meegemaakt, heren? U wel? U niet? Dames? U wel? U niet? Ik ook niet. Dit was mijn stand-up comedy act, dames en heren. Ik hoop dat jullie er een beetje van hebben genoten.